Hey allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. En vandaag gaat het een iets specialere video zijn. Ik ga vandaag een soort van setup video doen. Ik ga jullie laten zien hoe ik werk in het dagelijkse leven. En eigenlijk heb ik niet eens moeite gedaan om het op te ruimen. Dus het is echt het dagelijkse leven. Dus als ik me even omdraai, dan zie je dat ik mijn kamer niet heb opgeruimd. Dit dan. Zo ziet het er altijd dus uit. Maar we gaan eens beginnen. Zoals jullie weten heb ik een nieuwe pc, of niet weten, ik heb een nieuwe computer. En dit ding is een beest. Het is een beest van een computer. Holy shit. Dus zoals je kunt zien, dat is mijn nieuwe pc. Dit is mijn computer. Zoals je ziet, alle fans die draaien heel mooi. Dit is mijn grafische kaart. Een beest. Let trouwens niet op de kabels. Ik heb alles letterlijk heel snel in elkaar gestoken om te kunnen gaan streamen, want het was vrijdag en elke vrijdag stream ik. Dus ja, maar dat was dus mijn pc. Dit zijn mijn koptelefoon, dat zijn Beats HD nog even. Wacht, ik ga de doos even tonen. Beats Solo HD in het mat. Dat zijn ze. Dus, mijn laptop is een MacBook Pro. Hier werk ik op voordien op, maar die is dus zo half kapot. Dit is mijn muis. Die heb ik al heel lang, echt heel lang. Het is een MX518 van Logitech. Doet het nog altijd heel goed. Dit is gewoon een of ander Logitech toetsenbord. Geen idee wat het is. Mijn bril. Mijn oplader. Mijn powerdrink. Mijn tas. Snoepjes. En dit is mijn beeldje. Het is eigenlijk mijn tv. Want ik heb al mijn schermen weggegeven in het verleden. En dat zak. Dan hier staat mijn webcam. Voor mijn facecam. Wat boxen. Geen idee wat dat is. FIFA 14. En dus ja, hier ook mijn PS4. Maar ja, jullie weten allemaal hoe een PS4 eruit ziet. En hier is trouwens waar ik record. Dat is een Avermedia Live Gamer Portable. Heb ik gekregen van Casper. En het werkt ook helemaal perfect. Dit is mijn microfoon. Die staat hier bovenop. Dat is een Samsung C01U. Perfect ding. Mijn lamp, mijn belichting. En eigenlijk is dit heel mijn setup. Ja, en dan heb je hier nog mijn for fuck's sake crewneck die je ook kunt kopen. Op iets Dennis FF. Staat wel in de beschrijving. Ik sta het allemaal in de beschrijving. Ja, als je de rest van mijn kamer wilt zien. Ik heb een greenscreen, dat gebruik ik. Ik heb heel slechte belichting op het moment, dus die kan ik niet gebruiken. Mijn bed, twee personen, helemaal in de hoek. en dit statief is niet van mij, dat is van Unagis, oftewel Ryan, die dat hier vergeten is tijdens de livestream. Hey, en het rolt zichzelf naar beneden, waarom ook niet? Dus dat staat hier ook nog altijd. Ja, mijn bed. In mijn bed ligt chipsakjes, mijn grote camera waarmee ik soms opneem als ik ergens naartoe ga. Een bakje van de bank. Mijn iPad. Ik kijk meestal YouTube-video's of zo. Maar dat ligt hier eigenlijk ook meestal gewoon maar te niksen. Want ik doe er eigenlijk echt niks mee. Oh ja, dan heb ik ook nog een weegschaal in mijn kamer. 68 kilo. 68. En dat was eigenlijk zo alles van heel mijn kamer. Het is eigenlijk niet zo spectaculair. Ah ja, ik doe trouwens de ramen dicht, omdat als ik ga opnemen, ik was net aan het opnemen, dan heb ik heel fel licht, zoals je kunt zien. Dat is natuurlijk veel beter, maar dat is te fel voor een van de redenen op mijn computer. Ik hoop dat jullie deze video iets leuk vonden. Als jullie iets bepaald nog willen weten, laat het dan even achter in de reacties. En ja. Dit is trouwens ook de reden geweest dat ik een week of zo niet heb geüpload, is dat mijn nieuwe computer gebouwd moest worden. Dus ja, ik kon niks doen totdat ik die had. Ja, dat was eigenlijk mijn setup. Sowieso de specs van de computer zet ik ook nog wel in de beschrijving. En ik wil trouwens ook 4Gamers en Tones.be bedanken voor... die hebben er even voor gezorgd dat ik sneller mijn pc in elkaar kon steken. Ze hebben een soort van mij de grafische kaart geleend. Dus ja. Daardoor kan ik nu ook direct op mijn pc. Dus even shout-out naar Tones.be en 4Gamers.be. Abonneer ook zeker op 4Gamers.hq. Hun channel staat in de beschrijving. Daar ga ik binnenkort ook op uploaden, samen met nog wat YouTubers. Dus ja, dat zien jullie ook nog. En
like deze video. En tot de volgende video. Dus ciao mensen. It's Dennis for fuck's sake.